Suriname wordt regelmatig opgeschrikt door berichten over misdaad onder jongeren. Omdat het Openbaar Ministerie wil voorkomen dat jongeren in aanraking komen met de politie en justitie of voor de tweede keer in problemen komen, worden er 4 projecten uitgevoerd voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Het OM zorgt ervoor dat jonge daders een passende straf krijgen, zodat crimineel gedrag geen patroon of levensstijl wordt. Het bewustmaken van jongeren over de gevolgen van criminaliteit is zeer belangrijk voor het OM. De pleinen rond de Gladiolenstraat verkeren al geruime tijd in een vervallen staat. Districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost deed een beroep op het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, OGA en OW, om een handje mee te helpen de pleinen schoon te maken. Afgelopen vrijdag is er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden waarbij Openbaar Groen het gebied rond de Gladiolenstraat, dat een kinderrijk gebied is, zal schoonmaken. De pleinen en vooral de bermen zijn overwoekerd. OGA zal een integrale aanpak doen waarbij de groenvoorziening van de pleinen ook aangepakt zal worden. President Santokki is niet meer vertrokken naar G20-top in Bali, Indonesië, die deze week wordt gehouden. De regeringsleider heeft ervan afgezien om deel te nemen aan deze belangrijke conferentie vanwege de huidige binnenlandse ontwikkelingen. Minister Ramdien van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag meegedeeld dat gezien de situatie in het land, het staatshoofd ervoor gekozen heeft om niet meer te vertrekken.